21 euro. 21 euro en dit is ook 21 euro. Ik vond het zo leuk gisteren dat jij ons had uitgenodigd om hier gewoon pannen te eten. Ja, nou, moeten jullie eens horen. Vertel eens. Robert heeft een boete gekregen. Nou, ik niet. Dat is waar. Met mijn voertuig. Met jouw scooter, ja. Ja. En die heb ik geleend, maar dat was niet die periode. En je dacht dat ik de boete had gekregen. Ja, dat is toch heel logisch als ik een anderhalve maand mijn scooter aan jou uitleen. Ja, maar dat was niet in die periode. Nee, dat weet ik inmiddels. Maar het was aannemelijk dat jij het was. Ja, dat is waar. Precies, dankjewel. Alsjeblieft. Oké, love you. Oké, love you. Oké. Had je toen een stukje gezien van die gast die van mij Frenna kaartjes kreeg in Suriname? Ja. Echt, man. Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. En wat zei je daarna tegen... Je zei natuurlijk dat je ging sparen om je vriendin mee te nemen. Ja. Ja, want jullie hebben al sinds je 17e. Ja. Is 5 jaar oud, hè? Zorg ervoor dat je er mee neemt. Ja, maar ik ben echt serieus. Ja. Hé, niet emotioneel worden. Ja. Ik heb je woorden voor. Echt. Dankjewel. Alsjeblieft. Frenna heeft die show afgelast, want hij had, ja, verschrikkelijk, want hij had, er werd bedreigd met hem te vermoorden of zo, met een moordaanslag. Omdat op hij Frenna natuurlijk dat gezeik daar heeft gehad ooit. Denk het, ja, denk het. Dus die gast die ik had surprise, die krijgt zijn geld gewoon terug. Nou ja, dat was voor hem echt een maandsalaris. Dus, kan hij niet toch wat leuk? Ja, hij kan iets anders leuk met zijn vriendin doen, dat is waar. Werkt. Fase bij zich. Maar de tas is ook wel. Nou jongens, nog 4 uur zijn we thuis. Wow. Holy shit, ik wist helemaal niet dat de iPhone 11 ook een breed beeld had. Hij heeft er 2 camera's voor. Een wide lens. Hij heeft 2 camera's? Hoe gaat dat zijn nummer ook weer? Oh ja, C-Tick. Nee, hoe gaat die? Ik heb voor de grap heb ik het water vervangen met wodka, en dat zal hij zo wel merken. Hij drinkt gewoon bier, hoor. Wat? What the fuck? Oh ja, zie je? Dat is niet lekker, hè? Zo niet voor jou. It's a long time ago, man, but I got new clothes. This is my favorite new jacket. It's beautiful. It is so big. It is so big. Ja, deze is echt mijn favoriete. It's kauwgom. Kijk, nieuwe broek en dan deze schoenen eronder. Jongens, is perfect. I will post a picture later on my Instagram, I guess. Maar ik heb dus ook nieuwe kleding. Oh, ja, oh my. God damn it. That's beautiful, man. This is beautiful. Look at these shoes. Ik ben heel benieuwd waar ik dit bij ga dragen. Dat wel. Maar ik vond ze zo vet. Ik moest deze hebben. Oh, en shirts. Nou, daar ben ik echt blij mee. Oh, en over kleding gesproken. Oh, dit is echt erg. Misschien is het jou opgevallen in de afgelopen maanden dat ik hier superveel zooi heb liggen. Dit is allemaal kleding en dat ga ik verkopen op mijn Instagram, Shop bij Rijk. Ik denk als deze vlog online is, dat het dan al online staat. Ik heb er geen zin in, maar ik moet het echt online zetten. Dit hoort er trouwens niet bij, deze helm. En er ligt een MacBook. Die hoort er ook niet bij. Maar er zitten echt schoenen nog nooit gedragen. Alle kleding is volgens mij nog nooit gedragen. En deze ga ik denk ik gewoon gratis weggeven. Die heb ik wel gedragen. Ik ga ook een paar dingen gratis geven. Oké, joe. We zijn aan het, of, nou ja, oh. Oh, er gaat twee. Oh, oh. Oh my god, 2 keer, ja? Iets minder drinken. Ik was iets aan het zeggen, ik ben het vergeten nu. Je wil achterover in de ballenbak vallen. Weet je, de type is mee. Ik ben helemaal van mijn apropos. Het is ook niet de bedoeling dat je je tas in de wasbak legt. Nee, ik haal hem nog uit de auto omdat ik dacht dat straks voor mijn raampje ingetikt ofzo. Ja, dat is wel slim. Hoeveel tas hebben jullie bij? Nee. Dankjewel dat je weer met mij wilt opnemen. Gedaan. Iemand had gereageerd dat je haar altijd vet lijkt. Ja, klopt. Sindsdien was ik het veel vaker. Ja, maar het is ook wel vet. Maar ik heb het echt net gewassen. En ik heb er net weer vet in gedaan, dat is waar. Ik zit even op de grond. Bij mijn management. Ik ben bij mijn management. Iedereen is aan het lunchen beneden, je hoort wat lawaai. En ik heb pakketjes binnengekregen. Eentje is van Reebok. Dus kleding, sportkleding. Daar ben ik fucking blij mee. Ik sport de laatste tijd heel veel, maar moet je kijken.
Dit is echt een van de vetste dingen. Dit ben ik. Dat ben ik gewoon. Op een doos. En daarin zitten schoenen. Daar ben ik zo blij mee. Holy fuck. Daar ben ik zo blij mee. Lijken we een beetje? Wacht. Ja, dat lijkt. Alleen dat lichaam niet hoor, dat heb ik echt niet. Maar ik doe mijn best. Laat zien, ik heb hier ook nog. Ik heb hier ook nog pakketjes, maar die ga ik nog niet laten zien. Het is voor een video. Ja. Leuk. Ik had het eerder in deze vlog al over Shop bij Rijk, waar die al die kleding op staat. Ik heb al die kleding wat beter opgeborgen, moet je kijken. Allemaal in dozen en zo. Super chill. Schoenendozen. Maar. God damn it. Dit zijn dus alleen mijn shirts en truien. En dat is ook niet helemaal waar. Want hier hangen ook nog allemaal truien. Hier hangen allemaal jassen. Maar daar hangen er denk ik ook nog 15. En hieronder zijn al mijn broeken. Heeft er nou zoveel broeken nodig? En dat is niet eens alles. En dan heb ik ook nog eens die nieuwe gekocht. Waar ik heel blij mee ben wel, maar alsnog. Jongens, het past gewoon niet meer. Het past gewoon niet meer. En ik heb ook een paar maanden geleden, heb ik op Shop bij Rijk, ik denk 60 items al verkocht. Ik heb wel nieuwe kleding. Ik heb echt een hele leuke nieuwe kleding. Even kijken hoor. Dit is leuk. Same voor deze, alleen deze is echt veel meer voor de winter. De winter is echt al bijna voorbij, merkte ik. Het is de zon zal aan schijnen. Een broek, ook nieuw. Oh, en ik heb, ze zijn van Diesel. Maar ze lijken op Vans. En ik heb dus geen Vans. Ik denk dat, Vans. Oh, ik bedoel All Stars. Dus ik heb nu All Stars, maar dan van Diesel. Oké, laat maar, ik ga opruimen. Ik wil iets vertellen. Ik ben namelijk naar een huis aan het kijken. Een koophuis. En het is een heel spannende periode. Nou ja, fuck it. We hebben net een soort kakkers outfit aangehad de hele dag. Er is één iemand die er echt op achteruit. Er ging één iemand op achteruit. Mark. Wij werden er allemaal beter op, behalve Mark. Mark ging er alleen maar pauper eruit. Het was zeg maar gisteren dat ik aan het klagen was over hoeveel kleding ik heb. Dus daarom ga ik niet laten zien wat hierin zit. Ik zag via TikTok een nieuwe challenge. En dat is zeg maar dat je met z'n drieën keihard naar muziek gaat luisteren. En dan ga je een gesprek hebben. Dus we zetten alle drie muziek op. Dan gaan we met elkaar praten en dan gaan we daarna terug luisteren. Ben je klaar voor? Kruidvat. Wat hebben jullie voor muziek op? Naam noemen. Wat zeg jij nou? Okay. Moeten we ons naam noemen? Oh my god. Ik heet Robert. Wat hebben jullie nou gedaan? Wat ik op mijn hoofd heb? Heb jij haar? Ik kan hem niet harder zetten. Nee, maar hoor je mij? Wat? Hoor je mij? Je hoort me niet, dus dan maakt het toch ook niet uit dat je hem niet harder kan zetten. Is dat prima dan? Wat heb jij nou weer over corona? Ik heb helemaal niks aan dat hoesten. Dat heeft niks te maken met... ik heb geen corona hoor. We moeten zacht praten. Als je iemand pizza, wie zou je dan doen? Wat heb je dan wel eens voor drugs gebruikt? Oh, ik hoor het nu echt niet. Nog één keer. Cocaïne. Robin begint een beetje een rokenstem te krijgen. Jij lijkt op een taxichauffeur. Wat ben ik een tatanerd? Nee, mag ik even vragen, een paar dingen. Heb jij het over pizza gehad? Nee! Ik dacht dat je tegen mij zei iets over pijpen. Ja, dat wat? Nee, ik zei niks over pijpen. Ik zei over... wat zei ik nou? Ik had het over drugs.